Hoi, ik ben Maaike en wat leuk dat je samen met mij iets over biologie wil leren. In deze video kijken we naar basisstof 2.5 mutaties. Genetische variatie is belangrijk voor de overleving van een soort. Wanneer er binnen een soort veel genetische variatie is, verhoogt dit de overlevingskans van de soort wanneer de omstandigheden plots veranderen. Er zijn dan altijd individuen die toevallig over de juiste eigenschappen beschikken om optimaal gebruik te maken van de omgeving. Het kan dus heel gunstig zijn wanneer er kleine aanpassingen plaatsvinden in het genoom. Maar soms pakt dat niet zo gunstig uit en ontstaat er kanker. In deze video kijken we naar de mechanismen die voor kleine aanpassingen zorgen en kijken we hoe kanker ontstaat. In 4 HAVO hebben we gezien dat er in de celkern van een somatische cel, dus een standaard cel, verschillende chromosomen aanwezig zijn. Elk chromosoom heeft zijn eigen homologe versie. Een van de vader en een van de moeder. Tijdens meiose 1 worden beide versies van elkaar gescheiden. Welk chromosoom in welke geslachtscel terechtkomt, is geheel toevallig. Hoe groter het aantal chromosomenparen, hoe groter het aantal mogelijke variaties. De mens heeft 23 homologe chromosomen, dus N is 23. Er zijn dan voor elke geslachtscel 2 tot de 23ste mogelijkheden. Dat zijn 8,4 miljoen mogelijkheden. Deze herverdeling van chromosomen tijdens de meiose noemen we recombinatie. Hierdoor ontstaat een geslachtscel met een unieke combinatie aan chromosomen. En doordat er zoveel verschillende combinaties van chromosomen mogelijk zijn, verschillen de genotypes van broertjes en zusjes vrijwel altijd. Dat betekent dat je nooit precies dezelfde eigenschappen zult hebben als je broertjes en zusjes. En dat is maar goed ook. Door deze genetische variatie is er altijd wel een individu dat de eigenschappen bezit om zich aan te passen aan verschillende omgevingsfactoren. Op die manier is een soort vrijwel zeker van overleving. Dit heeft dus een voordeel ten opzichte van soorten die zich voortplanten door middel van ongeslachtelijke voortplanting. Daar is het nageslacht gelijk aan de moeder. Genetische variatie kan ook plaatsvinden door mutaties of doordat er iets fout gaat tijdens de meiose. Soms worden de chromatiden tijdens de anafase niet goed van elkaar gescheiden. We noemen dat non-disjunctie. Non komt van niet en disjunctie betekent scheiden, niet gescheiden. Het resultaat is dan dat er geslachtscellen met te veel of te weinig chromosomen ontstaan. Als bij een individu één chromosoom uit het chromosomenpaar ontbreekt, spreekt men van een monosomie. Wanneer er een individu een extra kopie heeft van een chromosoom, dan spreek je van trisomie. In veel gevallen is zo'n kindje niet levensvatbaar, maar er zijn non-disjunctievormen die wel levensvatbaar zijn, zoals trisomie 21, oftewel het syndroom van Down, of het syndroom van Turner, waarbij een geslachtschromosoom mist. Individuen met een monosomie of een trisomie hebben vaak een karakteristiek fenotype. In 4 HAVO heb je geleerd dat het fenotype, dus hoe je eruit ziet, deels bepaald wordt door je genen en deels bepaald wordt door invloeden van buitenaf. Wanneer je fenotype verandert door invloeden van buitenaf, noemen we dat een modificatie. Maar je fenotype kan ook veranderen doordat je genen veranderen. Dan verandert dus je genotype. En dit kan gebeuren door een mutatie. In elke cel van je lichaam kunnen mutaties optreden en dat is over het algemeen niet zo'n groot probleem. Heel vaak merk je er niks van wanneer je in een enkele cel een mutatie in je DNA hebt. Maar op het moment dat een mutatie plaatsvindt in een geslachtscel en deze geslachtscel bij de bevruchting betrokken is, dan zal elke cel in de nakomeling deze mutatie bevatten. Want herinner je dat, wanneer de celkern van de eicel en de spermacel versmelten, de bevruchte eicel deelt en deelt en deelt en deelt en deelt, totdat er een volgooide foetus ter wereld komt. Er vindt na de bevruchting dus geen verandering meer plaats in de chromosomen. Wanneer een gemuteerd allel in een geslachtscel terechtkomt, die versmelt met een andere geslachtscel en daar dus een levensvatbaar kind uitkomt, dat zijn nog eens een hoop toevalligheden, dan is het ook nog niet gezegd dat deze mutatie ook nog eens tot uiting komt in het fenotype. Op het moment dat de mutatie wel tot uiting komt in het fenotype, dus op het moment dat je kunt zien dat er een allel gemuteerd is, dan noemen we dat individu een mutant. Je kent natuurlijk het verschijnsel albino's,
waarbij geen pigment aangemaakt wordt, maar ook polydactylie, waarbij iemand 6 of meer vingers per hand heeft, is het resultaat van een mutatie. Ook in planten zie je regelmatig mutaties terug. Wanneer er een mutatie plaatsvindt, dan kunnen er verschillende dingen gebeuren. Een nucleotide wordt vervangen door een andere nucleotide. Dit noem je een substitutie. Er kan ook een extra nucleotide tussen geplaatst worden, dat noemen we een insertie of een additie, of er verdwijnt juist een nucleotide, en dat noemen we deletie. Je snapt wel dat dit een probleem is tijdens de transcriptie en translatie. Want als er eerst boom staat, dan verandert de betekenis nogal wanneer je daar een letter verandert, er één tussen zet of er juist eentje tussenuit haalt. Wanneer er één nucleotide verandert, toegevoegd of verwijderd wordt, dan noemen we dat een puntmutatie. Maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat er meerdere nucleotiden veranderen, toegevoegd worden of verwijderd worden. Er kan dus een hoop veranderen wanneer de nucleotidesequentie verandert. Een additie of deletie heeft sowieso effect, omdat er een frameshift plaatsvindt. De codons worden dan niet meer op de juiste manier afgelezen. Wanneer er een nucleotide ontbreekt of ertussen ingezet wordt, dan veranderen alle codons in het mRNA die daarop volgen ook. Hierdoor verandert dan uiteindelijk ook de volgorde van aminozuren. Het uiteindelijke eiwit dat hierdoor ontstaat, wijkt dan af van het origineel en verliest in veel gevallen zijn functionaliteit. Mutaties kunnen spontaan gebeuren, maar dat komt eigenlijk niet zo heel vaak voor. Wanneer de mutaties optreden en de genetische informatie dus verandert, wordt dat meestal veroorzaakt doordat je aan straling of aan chemische stoffen wordt blootgesteld. Deze invloeden noemen we mutageen. Denk dan bijvoorbeeld aan het inademen van rook of asbestdeeltjes, maar ook UV-straling van de zon of het maken van een röntgenfoto kan mutaties veroorzaken. Het maken van zo'n foto wordt dan ook alleen maar gemaakt wanneer het echt nodig is. Maar denk bijvoorbeeld ook aan radioactieve straling die vrijkomt wanneer er een kernramp plaatsvindt, zoals in 2011 in Fukushima of in 1986 de ramp in Tsjernobyl. Grote hoeveelheden radioactieve straling zorgen voor veel mutaties. En nog steeds zien we in gebieden dicht bij Tsjernobyl veel mensen met aangeboren afwijkingen. Het zijn dan dus mutanten. Wanneer de mutaties plaatsvinden in de somatische cel van de volwassenen, dan heeft dit effect op het individu. Maar wanneer een mutatie plaatsvindt in de geslachtscellen, dan kan de mutatie ook doorgegeven worden aan het nageslacht. Afhankelijk van het effect kunnen mutaties neutraal, positief of negatief zijn. Wanneer er door een puntmutatie een substitutie plaatsvindt, dan hoeft dat geen effect te hebben. Het veranderen van één nucleotide kan nog steeds coderen voor hetzelfde eiwit. Of de aanwezigheid van één ander aminozuur heeft geen effect op de werking van een eiwit. De mutatie is dan neutraal. Het heeft geen effect. Positieve en negatieve mutaties hebben wel effect op het fenotype. Soms zorgen mutaties voor een positief effect. Er verandert iets waardoor het individu een betere overlevingskans heeft. Maar mutaties kunnen ook voor een negatief effect zorgen. Er verandert dan iets waardoor de overlevingskans juist afneemt. Alle processen in onze cel doorlopen constant checks. En voordat er iets mag gebeuren, wordt er constant gemonitord of alles wel oké is. En wijkt er iets af, dan wordt alles on hold gezet en gerepareerd voordat het proces verder mag. Wordt er tijdens de replicatie in de S-fase bijvoorbeeld een verkeerd ingebouwd of kapot nucleotide gesignaleerd, dan wordt het hele celproces stilgelegd door suppressorgenen. Vervolgens komt een enzym het kapotte of verkeerde nucleotide eruit knippen. DNA-polymerase vult dit dan weer aan. Is de schade te groot of zijn er te veel reparaties noodzakelijk, dan zorgen de suppressorgenen ervoor dat de cel in apoptose gaat. Hij sterft af en wordt opgeruimd. Ook hoe vaak een cel deelt, wordt in de gaten gehouden. Een cel kan alleen maar delen wanneer alle lichten op groen staan. Suppressorgenen houden alle checkpoints in de gaten. Zonder toestemming gebeurt er niks. Proto-oncogenen controleren de frequentie van de celcyclus. Proto-oncogenen zijn van groot belang bij de embryonale ontwikkeling. In die periode is het belangrijk dat de cellen snel delen en zich ontwikkelen. Er moet immers een heel kind ontstaan uit één cel. Maar in een volwassen cel moet die deling afgeremd worden. We groeien niet ons hele leven door.
Het verschilt dus heel erg per levensfase hoe vaak een cel moet delen. Wanneer dat controlemechanisme niet goed werkt, door bijvoorbeeld mutaties in de suppressorgenen of de proto-oncogenen, kan het gebeuren dat de rem op de celdeling verdwijnt. Er vindt dan ongecontroleerde celdeling plaats en dat kan zorgen voor tumoren. Bij een goedaardige tumor deelt de cel rustig aan door zonder veel te verstoren en dat is niet zo'n probleem. Deze tumoren kunnen vaak goed verwijderd worden waarna alle klachten verdwijnen. Maar soms ontstaat er een kwaadaardige tumor. In dit geval zorgen mutaties ervoor dat er een zeer snelle groei plaatsvindt waarbij andere weefsels verstoord worden. Bovendien scheiden deze cellen stoffen uit waardoor omliggende bloedvaten haarvaten gaan vormen naar de tumor en daarmee de tumorcellen voorzien van voedsel en zuurstof waardoor de groei nog sneller gaat. Het wordt vaak echt een probleem wanneer er een uitzaaiing plaatsvindt. Dat noemen we een metastase. Cellen uit de kankergezwel breken dan los en komen in de bloedbaan of in het lymfevocht terecht. Wanneer ze dan ergens anders terechtkomen, kunnen ze op die plek opnieuw voor een gezwel zorgen. Dat noemen we een secundaire tumor. Is een tumor eenmaal uitgezaaid, dan bemoeilijkt dit de behandeling. Wat leuk dat je hebt gekeken. Wil je meer weten over dit onderwerp, kijk dan eens naar de volgende video's. En wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video beschikbaar is, abonneer je dan op mijn kanaal. Tot snel!